Sta alsof je een interviewtje geeft. Ja. Gewoon kalm. Hoe staan spelers ervoor? Nou, oké, dan gaan we eerst plassen. See the drippy, I'm fitted up. Hop in my car and a giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up. Yes, nu zie je ook de tijd lopen, zie je dat? Ja. Top. Strijders, we zitten in de auto onderweg naar Purmerend. Oh, dat gaat er fout. Je hoeft er maar één keer in. wat gebeurde? Je hield die knop in. Strijders, we zitten in de auto onderweg naar een gevoelwapenfabriek. Ja? Samen met Koen Weiland. Hey, lekker zeg. Zwaai even? Ja. Oké. Okay. Wat gaan we nou doen? Vertel het eens. Moet ik het vertellen? Ja. We gaan naar Purmerend. En in Purmerend gaan wij heel veel dingen doen. We kunnen racen, we kunnen voetballen. We kunnen allerlei spelletjes doen. Ik hoop dat jij het leuk vindt. We gaan even lekker eten en deze video maken dus. Toch? Nou, dat klinkt duidelijk, denk ik. Ik heb een zomervakantie. Oh, lekker zeg. Hoe lang al? Ik heb nu ongeveer 2,5 week zomervakantie. Dus ik moet nog een paar lekkere vakantieweekjes. Ja, hoe oud ben je ook weer inmiddels? Ik ben inmiddels al 10. Oh, niet normaal hè. De eerste video is dan al 3 jaar geleden bijna. Hey, kleine man. Dat is een verrassing hè? Ja. Wat zegt de Smurf als die valt? Auw, weer een blauwe plek erbij. Lang geleden, ja. Ben je nog wel dezelfde Rafael? Denk het. Dat is een heel goed antwoord. Je hebt echt gelijk. Wat? Het is echt moeilijk om in de lens te kijken. Ja? Ja. Kijk naar het schermpje. Ben je zo ijdel? Ja, dat doet bijna iedereen hoor. Zoals Freesia doet dat vaak. Sorry Freesia. Carola doet het ook vaak. Oh papa, wat ben je nou irritant aan het doen? Hey, en hoe is het met voetbal? Gaat goed. Ja? Ja. Je moet mij ook een film als ik iets vraag, hè? Anders denken de mensen dat het zo uit de lucht komt. Gekke geest hier aan. Gekke geest, ja. Een beetje tegenlicht even. Dat is ook nog weer zoiets. Je moet en ook nog in de lens kijken. Je moet het knopje goed aanzetten, dus daar begint het mee, hè? Heb ik nogal moeite mee, trouwens. En dan ook nog goed licht hebben. Goed geluid. Dus als ik die ramen hier open doe, dan hoor je bijna niet meer wat ik zeg, of wel? Nee, ik denk dat niet! Nee, denk het niet! Ken je dat filmpje? Ja, een Xbox. En FIFA aangezien. Zo, dat is wel heel duur. Wat zegt hij dan ook weer? Ja, dat is misschien wel 350 euro! En dan zeg ik? Zo, dan krijg je het misschien wel niet. Nee, denk ik niet. Bij de intocht van Sinterklaas met een Zwarte Piet muts op. Oh nee, dat mag je niet meer zeggen, hè, Zwarte Piet. Doei, en ik zie jullie daar. En al de knoppie. Ja, maar je kan je hand er weer afhalen hoor. Oh. Daar zijn we, jongen. Daar zijn we. Purmerend. Ik weet niet of de deur open is trouwens. Nee, ja, dan kunnen we toch niet in. Ja, we zijn dus in Purmerend, jongens. Helemaal nieuw. Het zit in een oude school. En die school zijn ze helemaal aan het omturnen tot een enorme gaming en e-sports campus. Ik heb hier ook al een Formule 1 video opgenomen, dus ik ken die mensen een beetje. En ik wist al dat ik hier met Rafael echt leuke dingen zou kunnen gaan doen. Er zijn hier binnenkort heel veel evenementen waar ik ook bij betrokken zal zijn. Maar voor nu gaan we vandaag beginnen met deze muur hier achter ons. Lijkt je dat wat? Lijkt me wel leuk. Hit a ball to continue. Weet je wat je te doen staat? Ik denk erop schieten. Doe maar. Op een zwarte muur of op de... Nee, natuurlijk niet. De witte. Perfect, meteen feilloos in het blauwe rondje. Kijk, er is daar een keeper, ja, je ziet het al, hè? Zie je dat er een stukje groen is? Ja. Daar krijg je punten voor. Och, de lichten worden gedimd hier, kijk eens. Zie je linksboven dat stukje in de kruising? Daro. Daar moet je scoren. Oei. Kijk, dat zijn... Oh, hij telt niet. Paal. Ja, ik vind wel dat hij telt. Je raakt wel het groene vlak, maar oké. Okay. Paal. Die lijkt me ook niet net te laag. Meen je niet? Juist. Dat is een echte goal. En nu moet hij weer linksboven. De klok tikt.
En na wat trainen is het nu tijd voor de echte battle, de ultieme battle tussen deze meneer, Rafael Ruikers, 10 lentes jong, nummer 34 op de broek en ook op het shirt de serieuze blik verraadt hoe belangrijk deze wedstrijd voor hem is. Hij neemt het op tegen deze man, de 27-jarige Koen Weiland. Geen groot voetbaltalent, maar zijn wilskracht leidt hem af en toe nog tot spannende wedstrijden tegen Rafael Ruikers. En dit ziet er allemaal niet zo heel sympathiek uit. Raffi heeft er zin in en dus staat de ultieme battle op het punt van beginnen. Indoor voor het eerst. Hoezo kan ik dit nooit serieus? Ja, Rafael Ruikers, zeg het eens. Wat gaat er gebeuren vandaag? Ik denk dat we sowieso gaan winnen. En dat het gewoon heel goed gaat. Want we hebben maandenlang voor getraind. En, wie zijn we? Ons team. Wie is jouw team dan? Ja, het is een beetje Ronaldo tegen Messi. Allebei fluwele traptechniek. Je ziet dat het talent bij mij toch ook vaak echt vanaf druipt. Ik zeg, Raf komt er wel aan. Een beetje ongeveer gelijk aan zijn voetbaltalent zit nu ook zijn grote mond. Dat zit ongeveer op hetzelfde level. Dus, ja, die willen we gewoon even snoeren vandaag natuurlijk. Ik ben echt maanden in training geweest. Ik ben fit. Ik voel me goed. Ik ben naar de kapper geweest vanmorgen. En het moet gewoon voor een jaar weer klaar zijn met de praatjes. En dan maakt het wat uit dat je naar de kapper bent geweest. Dat is aerodynamisch. Ik ben nog sneller voor de goal. We hebben ook maar 2 minuten, dus dat komt goed van pas dat ik sneller ben. Stinkt die echt? Waarnaar? Scheetjes. Ja, dit is zo belangrijk. Deze wil je gewoon niet verliezen. En wat ik zeg, ik heb hier zo lang voor getraind. Er staat gewoon zoveel op het spel. Het moet nu echt gaan gebeuren. Ik mag deze niet verliezen. Dan kan ik echt niet slapen vanavond, denk ik. Kan je sowieso niet, want ik ga winnen. Ja, Rafael Ruikers, het is echt zover nu. Het gaat beginnen. 2 rondes van 2 minuten krijg je. Ja? Je hebt een beetje geoefend? Ben je klaar? Ja. Ben je zenuwachtig? Beetje. Je hebt wel lekker gegeten net. Kopje koffie zit erin. Chocomelk. Moet ik beginnen? Ja. Oké. Je durft niet, hè? Ja, jongens, het gaat beginnen. 2 minuten. 2 minuten krijgen we de tijd. Het spel gaat als volgt. Je kunt de groene vakken raken. Daar krijgen we 3 punten voor. Als je gewoon scoort, krijg je 1 punt. Als je op de keeper schiet, of op de paal, of de lat, of naast, 0 punten. Straks gaan we zien hoe we het allebei hebben gedaan in onze eerste ronde. Dan komt er nog een ronde en dan hebben we een winnaar van deze ultieme challenge. De spanning begint er wel een beetje op te lopen. Raf is dood nerveus. Ik moet ook beginnen. Oh, hij heeft wel de tweede bal gevonden waar het mee moet. Jongens, ik ben er klaar voor. We gaan los. Ja? Mag ik hem? Oh, ik heb mij die bal gegeven. Ah, dit mag ook. Oké, succes hè? Let hem hangen. Daar gaan we. 2 minuten. Ga nu in. De keeper. Nou, oei, slecht begin voor mij dan. Opbouw, wat zit dan? Dat was lang niet gek.
Ik weet niet precies waar ik op ben geëindigd. Ik kan het zo even terugkijken. Goede score. Moeilijk voor Raffi denk ik om te bieten. In de training hebben we niet zo'n hoge scores gehaald. Dus het ging echt goed. Leuk spel dit, man. Dit is echt... Geloof me, dit is echt heel leuk. 2 minuutjes even losgaan. Alsof je op een bokszak gaat, maar dan toch met precisie. Met rust. Heerlijk. Raf, wat is er? Jij bent zo perfectionist. Je bent nu bang dat je verliest, hè? Kom op, man. Maak je niet druk. Ga gewoon lekker voetballen. Al raak je 2 groene... Als je gewoon lekker mooie schoten laat zien, dan zijn we toch blij? Komt goed, jongen. Geen zorgen. Kerel, weet je hoe oud ik ben? 26. 27, moet je nagaan. Triest, hè? En het wordt spannend tegen een jongen van 10. Ik heb wel eens van jou verloren. Hij kan zo goed voetballen, maar dan wordt hij een beetje bangig. Komt goed, jongen. Kom op. Hoppatee. Kijk eens, wel eens 1 punt. Oeh, bijna die groene al, hoor. 2 punten. Kijk eens, hoppa! Dan gaat hij van 2 naar 5. Dat tikt toch aan, hè? Dan zie je het. Oeh, die was iets te laag. Maar het was wel een doelpunt natuurlijk. Dus dat is gewoon... Kijk eens! We gingen naar 6 en dit is 9. Dat is veel al, hoor. Die is op de keeper helaas. Die tellen we niet. Oh, we zitten op 9 punten. Maar je hebt nog heel veel tijd. Paal. Rustig, jochie. Balletje lag nog niet eens stil. Leg hem goed. Kijk, dat zijn ze! Zie je het? Gewoon je tijd nemen. 12. Rafael Ruigers. Oh, 13. 14. 15. Gaat goed, jongen, gaat goed. Dit tikt ook aan uiteindelijk. 16 punten. Oh, 17 punten. Kijk, dat zijn ze. 20. Keeper staat heel veel in de weg. Hoppa, 23. 26, Ruikers on fire, dit is hoe we hem graag zien. Het vertrouwen neemt toe. Van 26 naar 29, natuurlijk. Als hij los is, dan is hij los. Met nummer 34. Oh, waar zaten we op? 27 nu, hè? Ja hoor, en dat is plus 3, dat is 30. Gewoon een ontzettend goede score wordt dit. Rafael Ruikers, met dat rechterpootje. 31. Oh, paal naast, dat was gehaast, maar oké. 31, nog 1 kans. Nee, het is klaar. Helaas, achter de boarding. 31 punten, maar vooral goed gedaan, toch? Tweede gedeelte was goed. Zoveel eisend van zichzelf, hè? Zoveel eisend van zichzelf. 1-0 voor mij. We tellen het niet bij elkaar op, oké? Ik ben de score een klein beetje kwijtgeraakt. Ja. Jij ook, hè? Ja. We doen best op 3 dan, oké? Ja. Oké, lekker, jongen. Ga jij eerst? Ja. Oké, jongen. Ja? Doe maar. En de tijd... is gestart. Eerste punt is binnen. En de eerste 3 punten ook gelijk. Kijk, dat is een lekker begin. 4 punten voor Raffi. Oei. En dan komt de tweede bal. Papa gaat de rode bal halen. En oef. Van 4 naar 5. Oh, rustig aan. Hoppa. Dat is van 5 naar 8. Paal. Oei. Frustratie. 9. Juist, dit ziet er goed uit. Je ziet het al aan de aanloop. Oh, pech. 10 punten nu. 11. Even iets meer de rust. Binnenkantje krullen. Zoals jij dat kan. 12. Ja, dat is hem. 15 punten. En we zijn ongeveer op de helft. Als je deze in het groen raakt, dan ben je heel goed onderweg. Kijk eens, dat zijn ze. 18 punten. Deze weer in het groen. Kom op. 18. Hij neemt zijn tijd. Dat is mooi. En dan gaat hij vaak ook goed. En ook nu, 21. Kijk, nu ben je heel goed op weg. Meteen, 24. Hoppa. De beer is los. Van 24 meteen naar 27. Dit is wat we willen zien. Nog een halve minuut over. Gelijk schieten. Oeh, paal. Maar 27. Wat een heerlijke tussenstand voor Raffi. En dan zie je zijn tweebenigheid. 28. Paal. 28 punten is heel veel. Hij wacht even. Neemt zijn tijd. Dat is goed. Voor die rechterkruising. Oh, 29. Kom maar, meteen door. Nee? Ja... Hoppatee, dat is hem. 32. Met nog 8 seconden over. Dat is paal. Maar 32 is al goed. Wordt het 35? Het wordt 35. En dan kan het zelfs nog 38 worden als hij opschiet. Oh. 35. Hoppa. Niet slecht. Niet slecht. Het ging wel goed. Oké. Gaan we. Oh!
setje? 15 volgens mij. Oh. Alles net niet, ik zat er elke keer net onder. Ook vermoeidheid hoor. Het is echt op een gegeven moment wel zwaar. Dus ik denk ook wel echt de 10e 2 minuten die we doen vandaag. We hebben veel geoefend. Oeh, beslissende. 1-1 nu. 1-1, ja. Goh, ik zit kapot man. Strijders. 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 Hoe graag wil je deze winnen? Heel graag. Hoe graag? Heel graag. Want anders... heb je verloren. Dan ben je gewoon lul. Dan ben je gewoon Sjaak. Jongens, het is tijd voor de allesbeslissende set. Zullen we steenpapier schuiven voor wie die gaat beginnen? 1, 2. Oké, ik bijt het spits af. Ik begin jongens, derde set. Degene die deze wint. Die is de beste? Dat Koen niet de beste is en dat ik de beste ben. Maar dat moet je dus laten zien. Die grote mondje. Ik zei het al hè jongens. Die praatjes, maar zijn talent, maar ook zijn praatjes. Het is... maken aan de beurt. Heb je nog steeds zulke praatjes? Nee dus. Maar na deze toch gemene opmerking van Koen Weiland is besloten zijn puntenaantal terug te brengen tot 39. 39 punten, dat is wat Rafael nodig heeft voor de winst. 39 punten? Ja. Ga je het halen? Ik hoop het. Nog iets te melden aan de kijkers voordat je begint? Niet per se, maar ik ga gewoon beginnen, denk ik. Ga je je best doen? Wat ga je doen? Proberen zoveel mogelijk groene te raken. Oké, nou succes jongen. Daar gaat hij, de derde set van Rafael Ruikers. Het tikje om het spel te beginnen, daar gaat hij. Hij moet meteen rechtsboven beginnen. 1 punt is binnen. 2 punten zijn binnen. Mag ik stilleggen? Het is ook een spel van controle. Gewoon even, die eerste aanname moet goed zijn. 3 punten hebben we.
Of 4-5 inmiddels, denk ik. Oh nee, ja. Ja, dat is plus 3. Hoppatee. Volgens mij 5 plus 3. Dat is 8. Ho, kijk eens. 11. Dat is goed. Je ligt op koers. Je ligt zeker op koers. 11. Oh, 14. Rafael Ruikers. Kan die dan een highscore neerzetten? Ja, kijk eens even. 17 punten. Gaat als een raket nu. We moeten echt ons zorgen gaan maken om het wereldrecord. 20 punten al. Het is niet te geloven. Die is net naast, maar papa komt met een nieuwe bal. Oh ja, die gele moet je hebben of die rode. Nee, nee, die witte mag niet. Die doet niet mee. Dat is even lullig, maar 20 punten. Die ligt nog op een ramkoers. Als deze goed is. Oeh, hij was net voor de keeper langs. Dat is mooi. 1 punt. 21. 22. Nu weer even een groene. Kom op. Oeh, net eronder. 23. Kom op. Die traptechniek. Oh, weer eronder. 24. Nu moet je even die groene hebben. Eventjes keer 3. 25. 39 moet hij doorbreken. 39. Oh, 26. Kom op, jochie. Ja, dat is hem. 29. Nu in de onderhoek. Die is makkelijker in principe. Niet als je Rafael Ruikers heet. Die is serieus beter met de kruising, heb ik altijd het gevoel. 26 is volgens mij de score. Of was het 29? 29 wel. Oh, jochie. Ja, dat is ook de vermoeidheid, jongens. We staan hier al de hele dag. Ik moet nog een paar groene. Oh. Maar hij doet zijn best. Hij blijft gaan. Geeft niet op. Dit is een goeie. Hij zit op 36. Nu moet hij raak zijn. Dan heeft hij hem. En hij heeft hem. 39. 40. Niet. Oh, 40 is het. En Rafael Ruikers is de winnaar. Hij flikt het. Het leek even helemaal mis te gaan. Maar hij doet het. Confetti. Muziek. Naakte vrouwen overal. Oh nee. Hoe voel je je? Blij. Ja? Mijn koning heeft ook goed gespeeld. Ja? 39 punten moest je halen. Team 39. Team strijders. Maar je hebt er 40 gehaald. Ja. Wat een baas. Niet normaal. Oké, Raf. Ik moet je feliciteren. Dank. Het was een mooie dag. We zijn echt kapot, hè? Jij ook. Ja. Och, man. Volgens mij hebben we in totaal wel 10 keer dit spelletje gedaan. Ik vind dat je het goed hebt gedaan, jongen. En je bleef echt kalm en je bleef strijden bij die laatste. Dus echt, echt respect daarvoor. Je hebt het ook heel goed gedaan. Nou, dankjewel, jongen. Ja. Maar toen de camera's niet aan stonden, moet ik wel even eerlijk zijn, heeft hij gewoon 14 keer de groene geraakt, hè? Ja, maar ja, toch, dan voel je toch, als die camera's aanstaan, extra druk, hè? Je kent het wel. Ja. Raf, nog goed nieuws. Jij hebt 2 weken lang niet op je Instagram gekund. Of jouw vader doet het dus altijd. Maar dat kon niet, omdat ze dachten dat jij dat deed. Maar hij is terug. Ga de man volgen op Instagram. En wij gaan gewoon verder. Jij bent ook kapot. Ik merk het. Hij is moe. Gefeliciteerd, jongens. Geef even een duimpje omhoog als je het leuk vond. Abonneer je op mijn kanaal. En ik zie je snel. Doei. Doei.